gewoon een uitje. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het ook hartstikke leuk dat ik er dit jaar samen met Lieke stond. Dit is Lieke. Hi Lieke, je hebt een fan bij. Hallo. Ja, dat is wel leuk. Bijzonder goed, hè? Ja, weet je, het is, ik sta er volgens mij al voor de derde of vierde jaar achter elkaar. Het is ieder jaar weer feest en altijd weer raak. Alleen het was voor mij wel leuk om het dit jaar in combinatie met Lieke te doen. Zodat we ook de show gewoon verfrissend en verrassend houden. En dat is zeker geslaagd. Ja. Vond ik ook. Ja, ik ook. Vond Lieke net zo goed bijna. Vind je niet? Ik vond het zelfs nog beter. Ja. Ja, ik wou het niet zeggen. Lieke, ik vond je erg goed. Dank u wel. Heb je een band met Almelo? Ik heb wel wat vrienden er wonen, maar voor de rest, nee. Ik kom er eigenlijk niet zo vaak eigenlijk. Maar ik vind het wel een hele leuke plek. Ja. Kom je volgend jaar terug? Ja, zeker. Als het kan. Heel graag. Als het kan. Ja. Als Jesse het wil. Nou ja, het ligt natuurlijk niet aan ons. Kijk, we moeten even de directeur erbij. Meneer de directeur. We moeten hem eigenlijk roepen. Als jullie hem allemaal even roepen. Ik denk dat is een roepnaam die jij hem gegeven hebt. Ja. Zeg maar directeur. Maar als de directeur het goed vindt? Als de directeur het goed vindt, dan zijn wij er volgend jaar weer hartstikke bij. En ja, weet je, ik vind het al een eer dat ik hier al de derde of vierde jaar mag staan. En ja, kijk, dat hij komt er niet aan. Oh, hij is... Hij is gevlucht. Hij zit alweer in Groningen. Nee, maar we gaan het zo doen. Als wij er volgend jaar weer gevraagd worden, dan zullen wij er 100% zijn. Dikke shout-out naar jullie, het is je boy, SR. Het was een mooie traditie. Hey, bedankt, hè. Combinatie. Samen. Ja, is dat geregeld al? Bij deze. Ik heb de directeur gevonden. Ze willen namelijk... Jongens, komen jullie er even allemaal bij staan? Ze vonden het zo gezellig met Lieke. Men wil dat ik nu alweer een toezegging doe. Ik vond het ook heel gezellig met Lieke. Lieke, kom erbij. Je vond het zeker minder gezellig met mij, hè? Ja, nee, ik blijf altijd geweldig. Ik vind het altijd heel gezellig, heel leuk. Nou, en als je aan de leerlingen die in de zaal zaten, als je dat hoort, nou, dat is toch gewoon top. Ja. Jongens, willen jullie ons volgend jaar weer erbij? Ja! Nou. Dan weet ik het heel goed gemaakt. Weet ik het heel goed gemaakt voor alle Almeloers. Als deze meneer voor de helft komt, dan gaat het zeker door. Als hij voor het volle pond komt, gaat het misschien door. Nee, ik vind het echt geweldig leuk. En Lieke, wat mij betreft, zien we elkaar volgend jaar weer. Leuk. Dank jullie wel. Okay, Paul, shout-out aan jullie.